Erik, vandaag open huis hier bij Antema met jullie team, het Obelix team. Maar Erik, deze trekker waar we nou bij staan, die heeft echt geschiedenis, want in 1992 ben je daarmee begonnen. Ja, klopt. Ik deed toen al 3 jaar een tractorpooling en ik heb hem toen als tweede trekker erbij gekocht. En nou ja, het is enorm veel werk om dat klaar te maken voor tractorpooling. En ik heb hem eerst gekocht, ben verder gaan rijden met andere trekker die ik toen die tijd had. En ik heb hem stukje bij beetjes klaargemaakt. En ik ben in 1997 voor het eerst mee gaan rijden. Maar waar moeten we dan aan denken hoe je deze trekker klaarmaakt? Nou ja, toen was hij nog vrij standaard, waar ik toen ook mee gereden heb. Dus zonder turbo, dus eigenlijk met weinig vermogen. Eigenlijk een kaal molderblok, zoals we dat noemen. Maar je moet hem lichter maken qua gewicht. De cabine moest eraf, er moesten gewichtensteun aankomen. Ja, je moest wat meer uiterlijk hebben van de trekker-trek-trekker, zeg maar. Andere banden eronder. Ja, waarom heeft het dan zo lang geduurd? Ik ben ondertussen getrouwd, ik heb een huis gekocht en dat soort dingen. En ik had al een trekker. Ja, en dan doe je dat er zo bij, alleen. Het was echt een mooie hobby dat ik vele jaren alleen gedaan. En voor 12 jaar terug, toen was ik er wel een beetje klaar mee om dat alleen te doen. En toen heb ik wat kennissen gevraagd die ook hier in Dedemsvaart druk mee waren met trekker-trek. En die zijn er toen bijgekomen en toen zijn we het Obelix team begonnen. Maar nou even over deze trekker, want ja, deze trekker heb jij dus standaard gekocht. Maar ja, hij is dus nou niet meer standaard. Vertel eens, wat kan deze trekker allemaal? Wat voor vermogen en hoe moet ik het allemaal zien? Nou, deze trekker heeft standaard vermogen van 120 pk. Zoals we dat uitdrukken in de landbouw. Wij hebben hem opgevoerd met een turbo van een vrachtauto. En dan moet je denken aan een Scania V8 motor van 16 liter. Die turbo hebben wij op deze kleine motor gezet. Daar hebben we de spruitstukken op aangepast. We hebben de brandstofpomp, ook vergelijkbaar van zo'n vrachtauto, erop gezet. Allemaal speciaal raceuitvoering. En dat hebben we hier opgemonteerd. En dat maakt er meer vermogen. Nou ja, er zijn ongeveer 40 van deze trekkers in Nederland die competitie rijden. Ze rijden een beetje onderaan, maar dat heeft met het budget te maken. Wij zijn dat betreft low budget. Want ja, je snapt wel dat die componenten hartstikke duur zijn. En dat is voor ons echt hobby. Nou, en in elke hobby, dat kun je net zo ver gaan als je wilt. En er zijn mensen die daar heel ver in gaan. En elke avond in de schuur liggen om daaraan te sleutelen. Wij doen dat niet. Ja, wij doen ook niet al het geld erin stappen. Wij doen dat 1 keer in de week sleutelen. En we hebben een bepaald budget en daar moeten we het mee doen. Oké, maar nou zoals afgelopen seizoen. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Wanneer begint zo'n seizoen? Het seizoen is bij ons begonnen in maart. 3 maart was dat. Dat was in de indoor tractorpooling in Assen. Dat is een nieuwe wedstrijd. Dan mochten wij ook meedoen. En toen was de eerste wedstrijd in april in Kamperveen. En zo gaat de hele zomer door. En de laatste wedstrijd was in Schuine Sloot voor 1 week of 4 terug. Dus het seizoen is nou afgelopen. En wat gaat er dan gebeuren met deze trekker? Nou, deze trekker die gaat de schuur in. Daar zitten wat veiligheidseisen aan. Wij moeten bijvoorbeeld de koppeling laten keuren. Dus de koppeling moet uitgebouwd worden. Moet naar een instantie toe, die moet dat keuren. In verband met de veiligheid. We hebben wat aandachtspuntjes qua onderhoud wat moet gebeuren. Dat wij weten dat dat versleten is. En we hebben natuurlijk nog een paar ideeën in ons hoofd zitten. Dus om nog een beetje meer pk's eruit te halen. En dat proberen we dan weer toe te passen voor het volgende seizoen. Ja, hoeveel pk heeft deze trekker eigenlijk dan? We hebben hem niet getest, maar qua schatting, qua lucht wat we erin pompen en de brandstofhoeveelheid wat we erin pompen, zitten we ongeveer op 750 tot 800 pk. Ja, dat is, lijkt behoorlijk veel, maar willen we met de top mee, dan moet er echt nog 200 pk meer bij in. Anders doen we nog niet mee. Maar gaat zo'n trekker dan ook vaak kapot? Nou ja, zoals ik al zeg, we zijn een low budget team. Wij proberen vooral wat te bouwen wat heel blijft. Dus we zijn ook heel druk bezig van, hé, wij doen wat. Wat zijn de gevolgen ervan? En nou ja, nou ik zeg, er rijden nog 40 van die trekkers rond. Die hebben ook allemaal Facebookpagina. Wij zien wat er gebeurt. Dan gaan wij proberen om dat net iets anders te doen dat heel blijft. We hebben wat beveiliging dingen ingebouwd. Wij proberen alles ook goed onder controle te houden. En we proberen stapje voor stapje op te bouwen. Dat we maar zo min mogelijk schade rijden. Ja? Want anders ja, dan kost het gewoon ontzettend veel geld. Nou ja, mocht wezen dat er mensen zijn die er belangstelling voor hebben. We hebben elke dinsdagavond sleutelavond. Iedereen is welkom. Via onze Facebookpagina zijn we natuurlijk heel makkelijk te bereiken. We hebben ook wel e-mail, ook allemaal te vinden op internet. Er staan ook wat telefoonnummers bij. Iedereen is van harte welkom om een avond te komen kijken of een keer mee te gaan naar een wedstrijd. Succes met jullie team. En sleutels voor deze winter. En heel veel succes weer volgend jaar in het nieuwe seizoen.